1984 beslist wijlen Louis Dumont om samen met zijn broers, schoonbroers, kinderen, neven en nichten een nieuw korps op te richten. Zo ontstaan de sapeursgrenadiers. Ze moeten met 49, dus 7x7. De meeste onder hen dragen nog steeds de familienaam Dumont. Ze zijn waarschijnlijk het meest representatieve familiale peloton. En cuir noir. Celle-ci est aussi ornée d'une petite grenade. Elle garnit également les deux retroussis écarlates de l'habit en tissu gros bleu et épaulettes rouges, les mousquets et briquets de l'arme du grenadier. Son arme du grenadier. Sous le drapeau de la compagnie défile l'un d'eux, des deux prétendants à la médaille de 13 septennats en la personne de Roger Collard. Malheureusement, il ne peut défiler aujourd'hui suite à une opération, mais il est en pensée avec vous. De 14e de brigade des de grenadiers. In de archieven van de stad Vossen vindt men in 1170 al vermelding van een compagnie de grenadiers in het kader van de stoet ter ere van Sint-Vulien. De soldaten van de 14e zijn dus uiterst trots om tot de oude garde te behoren. Voor hen is het symbool van de militaire eer sterk aanwezig. Hier herdenken verschillende personen een voorouder die heeft deelgenomen aan de strijd van Napoleon. Humor en provocatie zijn alom tegenwoordig bij de grenadiers. Wanneer ze naast zwaven lopen, zeggen ze stevast dat je er twee nodig hebt om een grenadier te hebben. Dit is een antwoord op de bekende techniek van de zwaven, waarin we een zwaven een grenadier zien verslaan. Hun uniform bestaat uit een 35 centimeter hoge hoed met haar op, met op de voorkant een koperen plaat met de afbeelding van de Napoleontische adelaar. De adelaar staat ook afgebeeld op de zwarte lederen giberne. Deze wordt tevens versierd met een kleine granaat die men ook terugvindt op de twee rode epauletten van de rode van de blauwe jas. Nous saluons au passage le clergé avec notre curé Fabien Matto, Roger Awa qui nous a rejoint pour l'occasion, Cyril et tous les autres. Voilà, dans la tribune vient d'arriver Jean Romain qui a son actif très Saint-Feuillet. On peut l'applaudir bien fort. Bravo Jean!